Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Hoi, ik ben G. Dirk. Hoi. Of Derek. Ja, wat zal ik je noemen? Dirk of Derek, wat heb je liever? Ja, ik weet niet. Hoeveel mensen kijken? Ik denk dat we een kijkcijferkanon gaan worden, dus... Doe dan maar Derek. Derek. Ja. Alright, Derek. Hoe is het met je? Goed. Hè? Hoe is het met je haar? Ja, je ziet het. Ja, als het eruit ziet alsof ik het zelf heb geknipt, omdat ik het zelf heb geknipt. Oké. Okay. En dat is omdat je het zelf hebt geknipt dus? Ja. Oké. Dan zie ik ook een klein beetje terug. Ik zie bijvoorbeeld bij de oren zie ik een mooie korte lengte en daarachter weer wat lang. Heb je een bepaald idee met wat je wilt qua kapsel? Korter dan dat het nu is. Oké. Okay. Jammer, want ik had eigenlijk wat langer gaan laten. Iets langer dan wat je nu hebt. Doe maar wat moois. Nou, ik zit denk om hem dan een beetje in te korten. Niet heel veel van boven eraf. Dus wel wat naar de lengte kijken. Want je hebt het de laatste keer zelf gedaan, wat je al zei. Ik ga me vooral focussen op de zijkant. En hierachter heb je van die mooie weerborstels en die kruintjes. Die ga ik een beetje inkorten, wat opknippen. Maar bescheiden. Ik ga niet met de tondeuzen rigoureus opscheren of zo. En gewoon heel een beetje netjes, orenvrij maken. Eventueel de baard misschien... wat aansluiten, wat inkorten. Ja, leef je uit. Oké, okay, ja. Cool. En wat belooft de dag vandaag voor jou, dan behalve de knipbehandeling nu? Ja, ik ben lekker vrij. Ja? Ja. En dat is... is dat iedere week een dagje zo vrij, deze dag? Of, Nou, ik werk als muzikant, dus als ik werk heb is het bijna altijd 's avonds. Oké. Okay. Alhoewel ik toevallig van het weekend een keer, ik was te laat bij een optreden, dat was echt heel erg. Hoe laat? Nou ja, ik moest om 1:30 aanwezig zijn. Ja. Ik werd om 1:30 uit bed gebeld. Oké. Okay. Daar waren je bandleden heel erg blij mee? Of, Dat was een optreden als koordirigent. Oké, okay. Je hebt gewoon het koor laten wachten? Nou, uiteindelijk was showtime maar 5 minuten te laat. Ik heb heel hard gefietst. Heel goed. En een muzikant, waar moet ik aan denken? Wat, je zegt wel dirigent, maar doe je ook nog andere dingetjes? Ja, ik ben zanger, gitarist in een Iers folkbandje. Raglan Roadworks. Hoe? Raglan Roadworks. Ja. En ik ben zanger in band Terra Volta. Dat is een beetje ska, reggae, wereldmuziek. Tof. En dus dirigent van Doolin. Dat is een traditioneel Iers koor. Oké. Okay. Dus jij leeft ook echt van de muziek? Ja, ik leef. Maar ik ben dus niet rijk genoeg om naar de barbier te gaan, normaal gesproken. Oké. Okay. Maar dan komt dit goed uit. Ontzettend goed. Ja, want dat is toch best wel lastig. Ik heb verschillende klanten die dan met muziek bezig zijn. En die knip ik dan al jaren. En dan merk je dat ze aan het struggelen zijn om te kijken of ze parttime kunnen werken. En de andere uurtjes kunnen stoppen in de muziek. Maar dat is toch best wel lastig, volgens mij. Hè? Ja, dat is absoluut zo. Ja. Want... Ja, wat is genoeg? Of wanneer heb je genoeg en kan je leven van muziek? Is dat als moet je dan een top 40 hitje scoren en genoeg optredens hebben waar... Nee, ik ken heel veel muzikanten die leven van de muziek en geen één heeft ooit een hit gescoord. Okay. Dus dat is niet nodig. Ik denk dat de muzikanten die het beste verdienen, die zitten gewoon in een goede coverband bijvoorbeeld. Of die hebben gewoon een goede... kleine act, zo min mogelijk muzikanten, ja. En zo breed mogelijk inzetbaar. Als ik met de Ierse folk ook voornamelijk doe, ja. Dat is een beetje een niche, maar er zijn, ik bedoel, in iedere stad is een Ierse pub en nu is het een goede tijd voor mij, zo rond, het was St. Patrick's Day. Mm-hmm. En dan heb ik lekker veel optredens. Okay. Door het hele land je optredens? Of, Met St. Patrick's Day zaten we in Duitsland, in okay. Oldenburg, in Noord-Duitsland. En dan word je dan geboekt omdat iemand denkt van, hé, dat lijkt me een leuke band, zanger? Dat is toevallig een plek waar we ieder jaar met St. Patrick's Day terugkomen. Okay. Daar bouwen we gewoon een groot feestje en ja. Worden telkens teruggevraagd. Hm. En passie voor muziek, op jonge leeftijd ontstaan? Ik was op mijn 13 of zo, een beetje met mijn gitaartje, zo Donovan en Dylan aan het zingen. Mm. En de Ierse muziek kwam denk ik op mijn 16e, 17e zoiets. Ja. En toen heb ik op mijn 20ste denk ik, heb ik een halfjaartje in Ierland gestudeerd.
En ja, toen was ik er al mee bezig, maar ja, daarna was het echt, echt fanatiek die richting. Oké. Heb je dan een conservatorium gedaan of is je studie totaal wat anders? Nee, ik heb leraaropleiding Engels gedaan. Oké. En religiestudies, ja? Een jaartje. En ik heb, nee, ik heb nooit een echte muzikale opleiding gehad, maar wel 7 jaar gitaarlessen en wat zanglessen. En... De opleiding tot Engels docent, die ook wel afgemaakt? Nee, niet afgemaakt. Nee, ik zat in een bandje en dat ging goed. En we kregen wel een platendealtje. Ja. En we speelden dat jaar op de Zwarte Cross en okay. Op nog een paar grote dingen. En toen dacht ik, dit gaat het helemaal worden en ik stop met alle andere dingen. Nou, die band bestaat helaas niet meer, maar ik ben het wel blijven doen. Tof. Want ja, hoe lang duurt het dan nu? Heb je een beetje op je 16e begonnen, zei je, met gitaar? Ja, maar beroepsmatig. Het was in mijn studie een bijbaantje. Ja? Nu 6 jaar is het mijn hoofdding. Oké. En wat zijn de verwachtingen voor 2017? Heb je nog wat grote dingetjes in de kast staan? Nou, met Terra Volta hebben we een videoclip uitgebracht. En die hebben we rondgestuurd naar allerlei venues en boekers. En daar beginnen nu dingen uit te komen. Dus we staan op wat leuke festivalletjes. En ik hoop dat dat nog meer wordt. Oké, cool. Dus we kunnen op YouTube zoeken naar? Naar Terra Volta. The Magician is de nieuwste. Oké. Ben benieuwd. Ga ik vanavond even zeker opzoeken. Moet je doen. En... heb je als muzikant zijn ook nog een bepaald droom van ik wil over 10 jaar, laat ik het anders stellen, wat doe je over 10 jaar? Iedereen vraagt altijd, wil je doorbreken? Ja. Ik denk iedere muzikant wil wel doorbreken, maar ik ben daar nooit mee bezig. Want dat lijkt me alleen maar heel frustrerend. Ik wil gewoon iets moois maken, iets waar ik achter sta. Ja. Maar het lijkt me fantastisch om op grotere podia te staan. En ook om niet... concessies te hoeven doen in muzikale keuzes, omdat het anders te duur wordt. Als ik nou ergens word geboekt, dan kom ik het liefst met een kleine formatie, met alleen een drummer en een trekharmonica speler. En als ik niet op, als het me niet uit zou maken hoeveel er overblijft, of als ik op wat naamsbekendheid had, dan zou ik ook nog een violist meenemen en een fluitist en een bassist en... Of met de ska reggae band, dan zou ik het liefst nog percussie willen en 3 achtergrondzangeressen. Ik hou van groot veel. Maar dat is niet mogelijk omdat het allemaal weer geld kost. Dus iedere muzikant, dat kost dan een x-bedrag. Ja. Maar je hebt ook genoeg jongens en meisjes die toch wel die tof lijkt om gewoon op het podium te staan. Als in die zin vrijwillig of zo. Of is dat, komt dat niet veel voor? Nou, mijn ervaring is dat je moet niet... zo gaan werken van oké, wij zijn dan de betaalde band en jullie mogen voor spek en bonen meedoen. Ja. Ik vind gewoon dat als alle kosten eraf zijn, dan moet iedere muzikant in een gig gewoon hetzelfde verdienen. Er is geen hiërarchie of zo. Of er moeten, ik weet ook niet waar het op gebaseerd is, maar dat, ik heb het idee dat dat zo moet. Terwijl ik het idee weer heb, als ik naar bijvoorbeeld een muzikale documentaire kijk, voor mij was de laatste van de Red Hot Chili Peppers, toevallig ook door een Nederlander gemaakt, die docu. Dat het lijkt alsof je altijd binnen een band altijd wel één leider hebt of zo. Een muzikale begeleider, maar ook die een beetje de boel aanstuurt. Of is dat, zie ik dat verkeerd? Als ik had het idee dat bijna in iedere band dat je één persoon hebt die als de kapitein als het ware. Ja, maar stel je zou die persoon meer gaan uitbetalen, dan denk ik dat alles misgaat. Ik denk ook dat dat echt met bands mis is gegaan op die manier. Oké. Maar muzikaal wil ik ook wel graag frontman zijn. Ja. En dat vind ik ook een leuke rol. En ook degene die het publiek aanspreekt en probeert te laten participeren. Oké, cool. Ben je geboren getogen in Nijmegen? Of, nee, in de import? Buurt van. Ja, ik ben import. Ja. Ja. In de buurt van Bergen op Zoom, Steenbergen. Oké. En hoe lang zit je alweer in Nijmegen nu? Ik denk bijna 13 jaar, zoiets. Ja. Voor je studie destijds gekomen in het wel? Ja.
Ja, dat is best met veel die ik hier in de stoel krijg, die dan ergens anders vandaan komen, hier studeren, maar dan toch blijven hangen. Ja, ja. Ik denk ook niet meer dat ik weg wil. Ik vind het hier echt geweldig. Waar woon je in Nijmegen? Welke wijk? Ik woon op de Sint-Annesstraat helemaal aan het begin. Het centrum ergens? Ja, ja, vlakbij Keizer Karel. Gezelligheid. Ja, ik kan lekker te voet naar de stad. Ja. En als ik de straat oversteek, zit ik in Bottendaal, wat ook erg leuk is. Ja. Even weer terug naar de muziek, hè? Een muzikale voorbeeld voor jou? Grote muziekheld? Toen met de eerste poot is een van mijn favoriete zangers is Luke Kelly. Die is helaas al heel lang overleden, maar het was een van de originele zangers van The Dubliners. Toch wel internationaal de meest bekende eerste folkband. Mm-hmm. Maar algemene muzikale helden, ik heb er heel veel. Ik kan wel een paar noemen. Bob Marley, Manu Chao, Cab Calloway, Louis Prima had ik al eerder genoemd. Mm-hmm. Fantastische zanger, entertainer en trompetist. En ik hou heel erg van The Pogues. Dat is een Ierse, of eigenlijk zijn het Ierse immigranten uit Londen. Okay. Die de Paddy Beat hebben uitgevonden, een soort van combinatie van Ierse folk met een beetje punk. Waar dan weer een hele stroming uit ontstaan is. Ja, dat zijn wel grote voorbeelden van me. Zo leuk, je begon met Bob Marley. Dat was de eerste naam die je noemde. Of was dat toevallig dat zijn naam als eerste bij je opkwam? Of is het hij toch wel bovenaan een beetje de ladder? Nou ja, kijk, qua inspiratie. Binnen een heleboel genres, dan begin je te luisteren met de dingen die het meest bekend zijn. Ja. En dan kom je zo daarna uit bij de dingen die helemaal bij jou passen. Maar bij reggae, ik ben altijd enorm fan van Bob Marley gebleven. En ik vind het nog steeds, denk ik, toch wel de beste reggae-muzikant die ooit geleefd heeft. Of leeft. Wat vind je van zijn kinderen? Sommige van zijn kids zijn ook doorgegaan met de muziek. Ja, er is geen één die ik echt volg. Ik vind toch allemaal wel dat ze een beetje zo, een beetje hetzelfde doen, maar zo goed als Bob Marley. Ja, er was gewoon maar één Bob Marley. Okay. Ik pak even de spiegel erbij. Ja, ik ben helemaal blij. Weet niet of het te zien is van zo'n afstand. De nekpartij die heb ik dus ook gewoon wat korter opgeknipt, nog gedekt, strak uitgelijnd. En ik heb rechts, had je het al gezien, had ik mijn eigen logo, G, Barber G had ik ingeschoren. Nee, super, ik ben helemaal tevreden. Ja, mag er nog wat in? Iets van een product? Of? Dat mag. Ja, dan doe ik er een klein beetje pomade in. Wat zei je? Pomade. Pomade. Dapper Dan, ik weet niet of je dat... Dapper Dan ken ik van de Coen Brothers. Ja. Hoe heet die film nou? Oh brother, where art thou? Red Sancho, ja. I'm a Dapper Dan, man. Hey, leuk. Ik vond het een leuk gesprek. Wat ik al zei, ik heb vanavond wat op te zoeken op YouTube. Ja. Ja, ik vond het ook leuk. Ja, het was weer na hoeveel jaar bij de kapper, zei je? Ik denk toch wel, ik weet niet. Een heel aantal jaar. Ik was lang niet geweest. En wat was de beleving, de ervaring na zo'n lange tijd weer om in de stoel te zitten? Ja, ik vond het wel weer eens lekker om gewoon even rustig te zitten en te kletsen. Ja. En ik heb het niet eens doorgehad wat je allemaal aan het doen was. En het ziet er nou gewoon goed uit. Ja. Cool. Prima. Bedankt voor het gesprek. Oké, jij ook bedankt. Graag gedaan.